Jullie van harte welkom bij dit debat dat gaat over het sociaal akkoord en het bollenmodel. Tom Wildhagen is hoogleraar arbeidsverhouding of arbeidsmarkt. Arbeidsmarkt, de Universiteit van Tilburg. Dat zal zo de aftrap doen. Gijs Herbeschee is al jarenlang de sociaal-economische redacteur van de Volkskrant. Cor van Nieuwenhuizen is van de VVD-fractie in de Tweede Kamer. En ik zeg er vast bij dat ze om 6 uur weg moet. Omdat ze een andere afspraak heeft. Dus zij zal er niet de hele bijeenkomst bij zijn, maar dat het grootste deel hopelijk. En zij doet de portefeuille sociale zaken. En Jaap Smit is voorzitter van het CNV en dus ook bestuurslid van de Sociaal-Economische Raad en dus ook aanwezig geweest bij de sociale... Hoewel vaak staan ze het CNV over, hè? Ja. Jullie niet pers. Nee, maar ook de andere werkgevers en werknemers, toch? Of ze ons vaak overslaan, in de zin van dat ik niet bij al die gesprekken ben. Ja? Nee, dat klopt. Maar dat vind ik ook niet zo gek, omdat veel van die gesprekken gaan tussen de voorzitters van de Stichting van de Arbeid. Dat zijn de voorzitter van de VVD. Dat is wel zaken om goed te weten. In ieder geval zitten er ook de namens ons. En ik vind het wel begrijpelijk dat. We kunnen het niet verstaan? Ja. Ik vind het wel begrijpelijk dat. Yes! Doe alsof je een hele hal vol hart. Nou ja, op het algemeen heb ik iets van moeite met een grote zaal te spreken. Dus ik zal me richten. Nee, maar dat heeft. Dat geldt voor bijvoorbeeld de voorzitter van NKW Nederland. Dus als het goed is, zit de voorzitter van FNV en de voorzitter van VNO zitten er ook als voorzitter van de Stichting van Arbeid. Ik moet het ook vaak aan mijn leden uitleggen. Ik vind het niet altijd even gemakkelijk, zal ik eerlijk bekennen. Want beeldvorming is heel groot belang in deze tijd. Maar op die manier zit ik er dus wel. En als het er echt op aankomt, dan zit ik er ook bij. En Gijs, hoe komt het dat de media het CNV altijd overstaan? Nou, kijk, vroeger was het allemaal anders toen. Praat het CNV ook nog met CDA. Toen zat CDA altijd in het kabinet, dus had CNV een eigen politie, een oliemannetje. Ja, CDA. Ja, daar staat het gewoon. Ja. Maar niet het kabinet op dit moment. Ja, we slaan het CNV altijd over. Gijs, moet je even in jouw richting. Ik weet jou wel te vinden toch? Nou, maar je hebt een hele analyse gemaakt van de totstandkoming van het zogenaamde historische sociaal akkoord. Dat is niet een partijtje tennis geweest tussen Wientjes en Heers. Dat is een partij geweest tussen twee teams. Waarvan ik het best goed vind dat zeg maar, degene die het doelpunt in de goal injast met een foto in de krant komt. Maar dat is natuurlijk zeg maar, wel iets waar meerdere partijen bij betrokken zijn geweest. En dat had iets meer belicht kunnen worden. Ook in jouw analyse van het akkoord in stand is gekomen. Ik heb mijn vingers blauw getikt aan dat akkoord. Maar ik neem aan dat je ook de reconstructie van meneer Heers. Ja, maar die had de meest opmerkelijke rol, want wie had in jaar geleden gedacht dat de FNV bij een akkoord betrokken zou zijn. Maar het werknemers en kabinet hadden het zo nodig dat hij van zijn zwakte zijn kracht heeft gemaakt. Dat was... Eer wie er toekomt. Dus, ik ben me heel goed bewust van het feit dat de rol van het CNV een andere is dan van het FNV. Dat heeft ook te maken met omvang. Dus dat snap ik heel goed. Zoals de rol van LTO en MKB aan werknemers kan ook anders is dan van het FNV. Daar heb ik op dag 3 dat ik dit baantje had, kwam ik erachter. Dat was in het gebouw van de Serre bij de eerste helft van het pensioenakkoord gesloten werd. En ik dacht, kijk eens, die zitten allemaal bij elkaar. Maar daar, toen werd mij duidelijk van ja, dat heel vaak gaat dan de aandacht naar de twee grootste partijen. Dat snap ik ook. En daar heb ik ook zeg maar geen moeite mee of mee leren leven, of dat is een gegeven. Maar. Oké, genoeg hierover. Ik kom er vast op te kunnen. Voordat Tom Wildhagen het woord geeft, wou ik even iets bewijzen voor het Montesquieu Instituut, een van de 3 clubs die het organiseert, deze actualiteit, het debat naast Codemos en Nieuwsport. Even kort het woord geven, omdat er allerlei geruchten circuleren dat dit keiharde kabinet ook het Montesquieu Instituut wil wegbezuinigen. Liesbeth. Ja, en daarom wilde ik alleen even aangeven dat deze debatten die we met z'n drieën organiseren, dat doen we elke maand 2 maal, dat die gewoon door blijven gaan omdat die bezuinigingen zitten eraan te komen en we zullen daar vast nog wel wat last van krijgen. Maar we zijn niet voornemens om dat met deze debat daarvoor te beëindigen en we hebben ook al deze debat een andere rol. Dus vooral met rust en de debatten gaan gewoon door. Ja, dankjewel. Een hele goede stemming. Top.
10 minuten om jouw visie te geven op het sociaal akkoord en het bondenmodel. Ja. Het knopje op groen, dankjewel. Ja, het is een feestelijk instelling. Je moet ook maar even aangeven als u echt niks hoort, waarschuw even. Want... Maar ik denk dat dat zo leuk is, toch? Ja. Ja? Oké. Okay. Dankjewel voor de uitnodiging ook en voor het mogen geven van aftrap. Dit wordt natuurlijk niet een mini-college, maar ik wil wel een beetje wat analytisch te werk gaan, zodat we dan allerlei zaken ook verder politiek en ideologisch en zo kunnen inkleuren. 3 punten. Het eerste punt is eigenlijk even kijken naar de, ja, ook de ontwikkeling. Je kunt natuurlijk kijken naar het hier en nu, maar de ontwikkeling van het bollenmodel. Je kan zeggen van het corporatisme, een ander woord, een wat algemener woord dan het specifieke Nederlandse bollenmodel. En daarvoor heb ik een schemaatje even gepakt dat mijn collega's Jan Visser en Anton Heemrijk ooit hebben ontwikkeld. Dat heb ik maar even uitgetekend. En dat is heel simpel. Je hebt eigenlijk 2 dimensies volgens dit schema. Aan de ene kant hier de integratie van de diverse partijen in zo'n poldermodel. Hè. Werken die dus echt soepel samen? Zijn die samen gericht op het dienen van een algemeen doel? Nou, dat kan je dus plus en min doen. Hè. Dit worden 4 cellen uiteraard. En tegelijkertijd hierboven staat de maatschappelijke steun, of de mate waarin je dus aansluit bij de maatschappelijke behoeften en problematiek. Nou, dat kan je ook weer dus in hoge mate doen of in lage mate. Daardoor heb je 4 soorten, corporatisme heet dat dan, maar laten we het gewoon meteen vertalen, 4 soorten statusposities, de state of van het poldermodel die mogelijk zijn. Als je nou niet meer echt, als je behoorlijk aan het samenwerken bent, hè, dus die instituties die bestaan nog in het sociaal overleg, maar de samenleving die zegt, nou ja, jullie zijn wel echt doof voor ons, dan ben je een immobiel corporatisme. Hè, dus je bent wel gezellig bezig, maar ja, eigenlijk helemaal niet aangesloten op de samenleving. Tegelijkertijd kan je nog verder wegzakken als je dus niet meer vlot samenwerkt. En je bent ook nog eens een keer de steun van de samenleving kwijt. Dan heet dat, en daar hebben ze een Engels woord voor gebruikt, disengagement. Dus dan valt eigenlijk gewoon alles uit elkaar. Dan de wat positievere scenario's. Dan ben je dus nog steeds positief met die integratie. Dus het model is nog qua structuur en overleg vitaal. En je bent ook nog eens volledig, je hebt de steun van de samenleving en je hebt ook de oog voor de noden. En dan ben je een responsief poldermodel. En dan is er nog een laatste mogelijkheid. Dat model is niet meer functioneert, niet meer qua organisatie en structuren zoals het deed. Hè. Dus het is, wel wat verder uit elkaar. Maar je hebt wel oog voor wat er in die samenleving speelt en wat er zou moeten. En dan ben je een responsief poldermodel. Nou, en de vraag is eigenlijk, hè, dat is ook een beetje aan het publiek en de inleiders, waar zitten nu in? Ik heb die vraag jaar geleden gesteld op ook een bijeenkomst. En toen zei iedereen, we zitten in het innovatieve poldermodel. We zijn een beetje uit elkaar gedreven, maar we hebben wel oog voor waar het heen moet. Maar voor mij denk ik, ja, dat we daar niet zitten. Je kan ook zeggen, nou, niks aan de hand. Hè? Ook dat sociale akkoord, naadloos fit op wat er moet gebeuren. Misschien een beetje laat, kom ik zo op. Maar, en tegelijkertijd floreert het poldermodel. Dus dan zijn we helemaal responsief. Ik denk dat we niet uit elkaar gevallen zijn en een lijn met de samenleving kwijt. Maar de vraag is of we niet immobiel zijn. Dat we dus wel de poldermodellen hebben en bezig zijn met structuren. Maar misschien zijn we dan toch het contact wat kwijt met de noden en de urgenties die in de samenleving spelen. Dus ik zou voorlopig even zeggen dat we immobiel zijn. Nou zeggen mensen, ja, maar er is een sociaal akkoord. Maar dat is natuurlijk heel recent, dus moet dat nu betekenen, dat is ook een vraag aan jullie, dat we dan opschuiven maar weer naar responsief sinds het sociaal akkoord. Dan maken we net op tijd die transitie naar dit vakje. Dat is 1 punt. Het tweede punt is, als je kijkt naar de ontwikkeling van het poldermodel, dan zie je met name dat er toch wel sterk de discussie over dat integratie is geweest. De inhoud was met name ook bij de vakbeweging, die leek soms ver weg. Het ging heel erg over de interne organisatie, met name van de FNV, CNV had dan minder last van. En de discussie over wat is er aan de hand, wat moet er nu, die leek eigenlijk bijna verloren. Dus dat betekent dat ik wel zeg dat misschien hier dit contact met de samenleving even wat verbroken was. Maar dat is een opvallende situatie.
En dat zou, je zou kunnen zeggen, ja, heeft dat dan geen effect? Maar ik heb ook nog een oud boekje van 10 jaar terug, want je moet een beetje dingen in historisch perspectief plaatsen. En wij gaan. Ik houd het op zijn kop, maar dat doe ik nu niet, anders kan ik niet de zin lezen die ik wil voorlezen. Wat zeiden we in het boek met Mark van der Meer en ook de welgenoemde Jelle Visser, Paul van der Heijden en mijzelf? En wij zeiden in 2002, de sociale partners hebben te veel de neiging om de problemen bij moeilijke vraagstukken voor zich uit te schuiven, waardoor kostbare tijd voor het vinden van oplossingen verloren gaat en modernisering achterblijft. Dat was 2002. De vraag is natuurlijk, is die analyse nog valide? Of hebben we met sociaal akkoord deze tendens, die eigenlijk al 10 jaar speelt, doorbroken? Want dat is dus weer een grote discussie. Heeft het sociaal akkoord ons dan gered uit deze analyse of niet? Sociaal akkoord kan, ook even analytisch, kan het juiste akkoord zijn op het juiste moment. Kan het juiste akkoord zijn op het verkeerde moment. Kan het verkeerde akkoord zijn op het juiste moment. En het verkeerde akkoord op het verkeerde moment. Dus dat is ook weer 4 cellen om even over na te denken. Ten slotte. Wat zeker is veranderd sinds het maken van dit boek, is toch wel dat je twee niveaus hebt die zich ook nadrukkelijk melden. Het poldermodel is nationaal, vertaalt zich natuurlijk in sectorale cao's. Maar wat we in die 10 jaar hebben gezien is 1, de opkomst van Europa. Wat we er ook van vinden, maar Europa is kaders gaan stellen. Dat wil niet zeggen dat men zaken afsnoept die van het poldermodel waren of inhoud uit het poldermodel wegtrekt, maar dat Europese kader is natuurlijk niet alleen maar structuur, maar ook inhoud. Met name die economische governance van Europa, die is toch wel heel sterk aan het worden. Het tweede niveau, wat eigenlijk mogelijk een concurrent is, is het niveau van het decentrale, het lokale, de regio. En je zou kunnen stellen dat de zaken waar de polder eigenlijk afgelopen jaren niet uitkwam, en nogmaals, de vraag is of dat met het sociaal akkoord wel gelukt is, dat die wel worden opgepikt door misschien het Europese niveau, maar zeker door het lokale. En dat heeft denk ik te maken, ik vind die regionale ontwikkeling een van de meest interessante, want het heeft te maken met het punt dat de urgentie daar speelt. Als je in een regio niks doet, als je niet voor werk naar werk zorgt, wat nationaal niet gebeurt, als je niet zorgt dat je een strategisch beleid richting bedrijven, aansluiting, onderwijs voert, dan gaat je regio, zeker met een krimpregio, ja, die regio gaat teloor. De 3 decentralisaties die op dit moment spelen, versterken ook een mogelijke overgang van een nationale verzorgingsstaat naar een lokale participatiestad, zou je bijna kunnen zeggen. Het punt is dat dat regionaal niveau, dat zit niet in de huis van Thorbecke. De grondwet kent alleen maar natuurlijk het Rijk en gemeenten, provincies, waterschappen, maar niet de regio. Wat is de regio in Nederland? Kleinland. Vroeger was het VVV, veiligheidsregio, maar er is een beweging gaan. En interessant, en dan sluit ik ook af, is dat men daar niet het poldermodel kopieert. Zou kunnen. Waarom is dat model anders? Omdat daar ook andere partijen mee doen. Dus onderwijs- en kennisinstellingen, ondernemingen rechtstreeks, maar ook verbanden van ZZP'ers, allerlei zelforganisatiegroepen van mensen in de samenleving, die zitten daar wel aan tafel. En dat is interessant. Dus de vraag is of Europa en de regio eigenlijk dat antwoord geven, ook in het ten uitvoer brengen op de problemen die het poldermodel de afgelopen tijd heeft laten liggen. En wat dat weer voor consequenties heeft. Dus scherper gesteld, zitten we hier nog op het hoofdland te praten, of wordt dit het Haagse, waar het poldermodel zich thuis voelt, eigenlijk het bijveld, niet alleen van de arbeidsverhoudingen, maar ook van de sociaal-economische governance en van de ontwikkeling. Dat wou ik even als voorbeeld. En hoop jij erop dat het meer naar de regio gaat? Ik hoop vooral dat de juiste problemen op het juiste niveau worden geadresseerd. Maar ik zie in die regio's veel meer energie dan ik hier op dit moment zie nationaal. En het zou dus kunnen zijn dat we eindigen met het Europa van de regio's. En dat het Haagse niveau er eigenlijk tussen uitvalt. En dat daardoor de polder uiteindelijk ook meegetrokken wordt. Oké, wat moeten wij hier dan doen in Den Haag? Dan gaan wij in de Haagse regio natuurlijk. Oh ja, dit wat ik Cor, als je moet kiezen tussen immobiel corporatisme, slimme, expansief, innovatief. Neem aan dat de VVD dan het is. Een innovatief poldermodel ziet. Ja, natuurlijk, want dat immobiel dat klinkt vanzelf al heel erg negatief en gericht op stilstand en niet op vooruitgang, dus dat spreekt me zeker niet aan. En ik denk dat we ook wel echt toch innovatieve tendensen te zien zijn door wat de heer Wildhagen net inbrengt, de slag naar het regionale,
die zit ook wel in het sociaal akkoord wat er nu is. Daar ben ik zelf ook wel erg optimistisch over. Omdat je juist ziet dat de regionale arbeidsmarkten ook in een klein land als Nederland echt ontzettend verschillend zijn. Het maakt nogal wat uit of je in de Brainport-regio rond Eindhoven zit of bij de Amsterdamse Zuidas of in Oost-Groningen. Het is totaal onvergelijkbare situaties. Dus dat daar in de regio met commitment van ondernemers ter plekke gekeken wordt naar de beste invulling, dat vind ik wel een innovatieve ontwikkeling waar ik positief over ben. Ja. Hoe blij is de VVD eigenlijk met het sociaal akkoord? Ik heb toen het Kamerdebat gevolgd en Halbe Zijlstra deed zijn best even enthousiasme uit te stralen, maar op de een of andere manier lukt het niet helemaal. Nou ja, wij zijn vooral blij dat het er is, want het geeft rust op de arbeidsmarkt. De belangrijke hervormingen die wij willen zitten erin, weliswaar niet zo snel als wij hadden gehoopt, maar we tellen dan ook onze zegeningen. En dan vind ik het belangrijker dat ze erin staan en dat ze komen, dan precies een moment waarop. Nou, dus we zijn er wel blij mee. Het belangrijkste wat erin staat is dat al die hervormingen niet voor 2016 beginnen. Nou ja, maar als je kijkt naar hoe het in het verleden is gegaan met bijvoorbeeld de WAO, wie weet nu nog precies in welk jaar dat is gebeurd. Voor ons is het belangrijkste dat het gebeurt en natuurlijk hadden we het liever een jaar eerder gezien. Maar goed, dat is niet het ergste. Het belangrijkste is dat het gaat gebeuren. En de hele structuur die er, Ton had het er al in zijn inleiding al even over in het sociaal akkoord, een hele structuur van werkbedrijven, werkpleinen geregisseerd door werkkamers, en daar zitten werkgevers in en werknemers in, het lijkt me voor een liberaal van te gruwen werken. Nou ja, ik moet eerlijk zeggen dat we daar ook nog steeds in afwachting zijn van de uitwerking van sociale partners, want we hebben daar ook nog niet helemaal op het netvlies staan, hoe ze dat precies gaan invullen. Dus daar, we hebben een technische briefing gehad op de dag van de presentatie en toen is ons ook verzekerd dat men meteen in actie zou komen en dat wij zo spoedig mogelijk zouden horen hoe ze dat precies vorm gaan geven. Dus misschien dat Jaap inmiddels weet hoe ze dat precies gaan doen. Ik wacht ook met smart. Wat hield die technische briefing in? Wie gaf die technische briefing? Dat was vooral vanuit de STAR, hè, de Stichting van de Arbeid, werd gezamenlijk het sociaal akkoord aan ons als Kamerleden toegelicht. Begrijp je bijvoorbeeld wat een werkkamer is? Begrijp je daar eigenlijk niets van? Nou ja, ik kan daar dus me wel iets bij voorstellen, maar dan geef ik mijn persoonlijke inkleuring, waarvan ik ook niet weet of die strookt met de werkelijkheid. Dus ik wacht daar af op de plannen die daarvan gepresenteerd worden. Mag ik het zo zeggen? Ja, maar eerst even, waarom zat je daar net toen Ton het had over immobiel corporatisme en innovatief, dan zat je opeens een beetje te grommelen. Waarom? Ik dacht er iets heel anders is. Dan kan ik wel een auto redden. Nee. Nee. Nou ja, laat ik zeggen, als je naar het sociale akkoord kijkt, dan roepen heel veel mensen roepen wat Cora zegt, het is gewoon goed dat het er is. En eigenlijk donder niet wat erin staat. Het is gewoon goed dat het, nee maar eventjes, het is goed dat er een akkoord is. En het is ook zo. In een tijd waarin niemand dat voor mogelijk hield, FNV op zijn gat, politiek zeer gefragmenteerd, een kabinet wat de eerste 5 maanden aandacht heeft gevraagd, alsof het er al 4 zit bij wijze van spreken. Niemand had gedacht dat we eruit zouden komen. Dus ik heb zelf op die avond gezegd, ik ben verheugd dat dit nu gelukt is. En natuurlijk de tweede zin, donderdag erin staat, natuurlijk gaat het om. Maar als je nou vraagt, is dit nou zeg maar een totaal vernieuwend verhaal? Nee, maar dat zit er ook niet in op dit moment. En daarom schaar ik mij kolomoren achter het ook door mij gesloten akkoord. Maar het is gewoon, het is wat op dit moment mogelijk was en is. Maar dan herken je dus dat het een beetje een akkoord van stilstand is. Nee, dat is niet waar. Maar een paar opmerkingen. Hervormingen is tegenwoordig een synoniem voor bezuinigen. He, want hervormen, dat is op een andere manier een vraagstuk oplossen dan dat we gewend zijn. En in algemene zin, en dit is niet iets wat alleen de polder treft, het is ook iets wat de politiek treft. Ik ben me heel erg bewust van het feit dat wij in een periode leven waarin zeg maar nieuwe paradigma's nodig zijn, waarin nieuwe oplossingen nodig zijn voor vraagstukken die zich aandienen. Maar dat staat er te weinig in nog? Ik vind het veel, in algemene zin ook in de politiek, maar dat houdt ons allemaal gevangen. Het is gevaarlijk wat ik nu zeg, want het kan heel goed verstaan worden alsof ik afstand neem van het akkoord. Dat doe ik dus niet. Ik zeg nee, het is een goed akkoord, wat het juiste akkoord op het juiste moment
Want meer kan even niet. Het heeft met politiek te maken, het heeft met ons allemaal te maken. Gijs? Ja. Het is prachtig dat het is, maar het is ook een beetje de lammen en de blinden die elkaar overeind houden en geleid worden door een blinde geleider omdat die niet weet waar je heen moet. Dit is toch een heel sprake van mij. Ja, hoe lang heb je hier al die schoot me net binnen toen de jaar Smit even altijd enthousiast werd. De FNV die leeft nog steeds in wezen op zijn schoot, is nog steeds aan het realiseren. Is niet uit kracht hiermee, maar is hierbij betrokken omdat ze nodig waren voor de werkgevers en het kabinet. Werkgevers die staan als enige min of meer onbediscussieerd. En het kabinet, het vorige kabinet met Rutte 1, dat was de regeringspartij, of de grootste partij was de kleinste ooit in een kabinet. Dus, die zoeken ook naar een draagvlak. Dat wil ik met de lammen en de blinden proberen onder leiding van de werkgevers een gezamenlijke verbinding te vinden. En, dus het is eigenlijk een akkoord uit zwakte. Als je nu kijkt, dit is, hoeveel is het, 40 karakters geloof ik dat akkoord? 43. Hoeveel? 43. Nou, komen er nog 9 pagina's zorgakkoord bovenop. Het regeerakkoord, dus 80 pagina's. Ik bedoel, dit is een regeerakkoord op een regeerakkoord. Het is een heel dun vliesje overeenstemming. We hebben alles uitgewerkt waar we over eens konden worden. En dan krijgen we geheid de ruzie over omdat we het nog niet uitgewerkt genoeg hadden gemaakt. Maar dat vind ik echt passen bij deze tijd. Maar dat, nogmaals, dat betreft niet alleen dit polderakkoord, om zo te zeggen. Waarom heb ik ook met de vraag gesteld, waarom was het akkoord van Wassenaar, kon het volstaan met 1,5 à 4 jaar? Dat allereerste maakte het feit dat het... Weet iedereen wat het akkoord van Wassenaar was? Want dat is lang geleden. Nou, 82. Dat ging over de uitruil van eerder stoppen met werken. En bij jongeren vinden dat heel lang geleden. Precies. Nee, maar waarom kon men toen volstaan met 1,5 à 4 jaar? A, het ging over minder onderwerpen dan dit akkoord. Dus dat is een hele simpele. Maar het heeft ook te maken met het feit dat wij... Zeg maar, niemand vertrouwt meer nog iemand. De meest gehoorde uitdrukking die ik kreeg, naast dat mij 10 keer per dag de vraag gesteld wordt of alles goed is, wordt mij ook 10 keer per dag verteld, ik teken niet bij kruisje. Met andere woorden, mijn achterban wil tot op de komma nauwkeurig weten wat ik hier in Den Haag heb afgesproken. Volstaat niet meer met het, ja, we vertrouwen jou, kom met een houtkoolschets van hoe we de problemen gaan oplossen, kom daarmee thuis en we geloven jou. Dat geldt voor de politiek net zo. Dat geldt voor de vragen van jouw volk. Die willen ook precies weten, van hoe heb je dan dit gedacht, hoe heb je dan dat gedacht. Dus het heeft een beetje te maken met de tijd die we leven. Je kunt het zeggen, het is gestold wantrouwen. Omdat niemand meer met een houtkoolschets kan thuiskomen en zeggen, we gaan het ongeveer zo aanbrengen. Even terug. Je hebt het over 1982, daarvoor hadden we 1979. Toen was het akkoord van 82, lag er al, alleen toen werd het teruggevloten. Ook van 2, ook vooral. Ja, dat werd er niemand tegen. Want die mochten niet sluiten. 3 jaar later was de crisis zo erg dat Kok het vertrouwen kreeg van de opstandige bonden die het in 1979 hadden tegengehouden. Je zou het misschien nu 79 zijn, vergelijkenderwijs. In de zin dat het crisisbesef bij de achterban die nu denkt van goh, even op slag, dat is nog niet helemaal goed geregeld, het moet nog een tikje anders. En dat misschien, er wordt nu gepraat over het land wordt kapot bezuinigd. Terwijl nog steeds 3% ruim te veel uitgeven. Hoezo kapot bezuinigd? Is het besef van crisis, dat komt aan bij de ZZP'ers, bij de jongeren die geen werk vinden, bij de mensen die ontslagen zijn en geen uitkeringen krijgen. Maar niet bij de vakbondsleiders? Ja. Nou ja, niet bij. Kijk, ik zit in loondienst, ik zit aan de kant. Ik voel het niet aan de lijf. En de pensionaris? Nou, een groot deel zit nog relatief goed, denk ik dan. Maar nou, ook. Nee, maar snap je, dit wordt nog vrij beperkt, het crisisbesef. Het gaat wel hard. Ja, nee, precies, maar is het misschien niet 1979 en niet 82, als we dat bedoelen, om die beeld te spreken. Oké, ja, dan hebben we inderdaad. Nou ja, laat ik zeggen, ik voel me nog steeds een beetje een freshman in de polder. Ik loop nog 3 jaar rond. Mensen die me kennen weten dat ik ongeduldig ben, dus dat speelt hier ook. En er zijn een paar mensen die er al 30 jaar op zitten. Ja. En misschien word je dan geduldig. Maar of dat beter is maar de vraag. Nee, maar dat ongeduld, dat speelt mij ook dagelijks part. Zien we dan niet, als ik voor een zaaltje met leden sta, zeg maar, ik vind het een van de leukste dingen van werk, dan ga ik een zaaltje met het land en dan sta ik voor een groep. En dan mag ik praten over de toekomst van het CNV. En dan zit ik die zaal te kijken, nou die zit niet hier, hè? Hier zit het fundament.
Dat is ook heel belangrijk, maar wie van jullie kinderen is lid geworden? Nou, dan steken wij nog een vinger op. Want zo oud zijn die mensen, ja, vind dat zelf. Nou, dus die zijn van 40 tot 70. Een enkele keer zit er. Maar ik ben zeker niet de oudste, om maar zo te zeggen. Nee, maar zonder gekken, daar hebben politieke partijen ook veel grote last van. Dat is ook niet dat we alleen maar bij de polder moeten neerleggen, maar dat is een fenomeen in de samenleving. En dan denk ik van, wij moeten weer, voelen we dan de urgentie voldoen? En dan vraag ik aan die leden, hebben jullie kinderen, wat voor een positie hebben jullie op de arbeidsmarkt? Bullige flexcontractjes, werkloos, ik zeg, hoe komt het nou? Ik zeg, dat komt ook omdat wij met elkaar te weinig de urgentie voelen om over dat probleem te praten en er ook zelf een veer van te laten, om maar zo te zeggen. Dat is waarom ik aan de eindiging verloop. Maar ik ben ook niet van de verworven rechten, ik ben van de verworven waarden. Deze tijd vraagt om een nieuwe vertaling van de waarden die wij in onze samenleving belangrijk vinden. Ontslagrecht is gebaseerd op de waarde van, wij willen niet mensen vogelvrij de arbeidsmarkt opsturen. Maar doet het huidige ontslagrecht nog waarvoor het oorspronkelijk bedoeld is? Of is het contraproductief? Dat wil dus niet zeggen dat ik voor versoepeling ben. Ik ben voor een nieuwe definitie van die bescherming die past bij deze tijd en onze kinderen ook een goede kans. En wat zegt die mensen in dat zaaltje terug tegen jou dan, als je dit soort bevlogen verhalen houdt? Tot nu toe, ik ben nog nergens met kop en kont buiten gezet. Maar sterk, het bij dat Nee, sterk. Als mensen die snappen dat en die zeggen, ja, verrek, daar heb je gelijk en wat moeten we doen om jou te helpen? Ja, dat is een beetje mijn missie in de polder. He, dus ik ben er zeer van gaan houden, de waarde zie ik ervan. Maar om nou te zeggen dat daar op dit moment nou het bruist van vernieuwing, maar waar dan wel? In de politiek ook niet. Ik denk als je nog even terug gaat naar jouw model, Tom, dan kiest iedereen natuurlijk intuïtief voor oplossing 4. Het innovatieve poldermodel, denk ik. Maar het is natuurlijk een kwestie van, is dat de keuze of de hoop of is dat ook de analyse van je? Dat was ook mijn vraag, zitten we nu in dat innovatieve, maar dat betekent natuurlijk wel dat ook die structuren dan, dat daar dynamiek is. Hè? Want innovatief is dus sterk op die samenleving gericht, hè? Op die toekomst, op die noden. Maar is dus wat lager in integratie. Hè? Dus dan zit je in het innovatieve. Zit je pluspunt en je responsief. En alles minder valt het uit elkaar. En immobiel heb je op zich dus wel de integratie. Maar ben je de aansluiting van de samenleving nodig? Welke vernieuwingen hebben we eigenlijk nodig in Nederland? Even los van wat er nou in het sociaal akkoord staat, maar wat zou er eigenlijk moeten gebeuren in Nederland? Kijk, op de korte termijn is het natuurlijk nu het punt, en daar is het sociaal akkoord enorm beperkt over, bladzijde 34, is toch, ja, we hebben nu gewoon last van heel veel banenverlies. En je kan zeggen, ja, maar dat is niet strategisch en dit is een strategisch akkoord. Wat staat er op pagina 34? Een paragraafje over investeren in werk. En ik dacht eigenlijk dat op pagina 1 zou staan. Omdat, je kan zeggen, nee, maar mensen zijn toch vooral benieuwd over wat er met ontslagrecht en WW gaat gebeuren. Maar ja, uiteindelijk is dat meer de achterkant discussie. Dus als alles vastloopt, dan moet je het daarover hebben. Dus voor de korte termijn, zeker, en waarschijnlijk voor de blijvende termijn, is het de grote vraag ook, wat is het businessmodel van Nederland op de duur? Wat Wim Kok ooit zei, mijn grootste vraag is, waar verdient Nederland over 50 jaar zijn brood mee? Ja. Die discussie, Wim Kok dacht dat met 4 jaar was. Natuurlijk, en daarna heeft hij zelf bedacht hoe hij dat zelf kon doen, dat heeft hij ook gedaan natuurlijk en zo, maar het gaat uiteindelijk over die businessmodel van Nederland. Daar praten we heel weinig over. Vroeger heet dat industriepolitiek, allerlei termen die zijn kwijt. Maar ik vind het dus opvallend dat je bijvoorbeeld wel belooft, we gaan 100.000 mensen helpen in het sociaal akkoord, maar er is geen businessmodel wat daaronder zit. En dan ben ik ook weer bang dat we ook weer terugkeren in die geschiedenis met minderhedenakkoorden die dan in drievoudige versies komen. Dus dat vind ik opvallend. Dus dit gaat te veel eigenlijk over wanneer gaan we iets aan de WW doen of aan het ontslagrecht doen en te weinig aan waar we met werkgelegenheid in Nederland hebben. Ja, het is dat laatste, maar het akkoord op hoofdlijn is vooral een akkoord. Wat willen we nu niet? In ieder geval niet op dit moment. Dat is, we willen geen quota, we willen niks aan ontslag, geen WW. En dan komt er een verdiepend stuk over wat willen we dan ooit op enig moment. Maar dat businessmodel voor Nederland en ook de reactie op wat zich nu afspeelt, de snelle groei van de werkloosheid en
de huizenmarkt, de hypotheekmarkt, dat soort zaken. Dat, ja, daar had ik ook wel op bladzijde 1 iets meer over willen horen. Cora, had jij dat ook van waarom komt eigenlijk de toekomst van Nederland en van werkgelegenheid in Nederland pas onderaan pagina 34? Nou, ik deel het wel dat het wel redelijk reactief op het regeerakkoord overkomt, het sociaal akkoord. Maar aan de andere kant zien we toch ook wel degelijk mogelijkheden. Wat is dat redelijk reactief op het regeerakkoord? Nou ja, dat natuurlijk in reactie op wat er al in het regeerakkoord stond, dat daar op aangehaakt is en op verder geborduurd, als meer of meer als vertrekpunt is genomen. Dus dat herken ik er wel in. Maar aan de andere kant denk ik ook wel dat er zaken in opgenomen zijn, zoals we het net hadden over die regionale invulling. Waar juist ook dat commitment van die werkgevers zo belangrijk is. Want ja, voor mij als liberaal staat als een paal boven water dat de overheid geen banen creëert, maar dat het bedrijfsleven dat doet. Dus daarom ben ik ook zo blij met dat commitment van het bedrijfsleven in die regio's. En dan deel ik ook wel de analyse dat we natuurlijk nu nog niet zijn dat we kunnen zeggen dat het innovatief is. Het sociaal akkoord zal zich in de praktijk moeten bewijzen. En daar zullen sociale partners en werkgevers ook niet in de laatste plaats moeten laten zien dat al die mooie woorden ook omgezet kunnen worden in daden. En dat moeten we natuurlijk nog afwachten. Gijs, ik heb geleerd dat je journalisten nooit moet vragen hoe had het er wel uit moeten zien, want dan zeggen ze meestal, daar ga ik niet over. Ik doe er wel even verslag van, maar hoe had het eruit moeten zien? Nou, volgens mij staat er al heel wat in. Kijk, als je misschien weet je nog 2 oktober 2004, dat was de week dat Theo van Gogh werd vermoord, die vrijdagavond werd een akkoord gesloten over het pre-pensioen. Dat was na een enorme demonstratie, precies. En daarna is er nog een paar keer overlegd over vertrouwensherstel, maar is het eigenlijk 10 jaar ruzie geweest. Dus je kunt deze afgelopen 10 jaar vergelijken misschien met de jaren 70, polarisatie. Er is niet inhoudelijk overlegd, of er is niks wezenlijks. En de WHO, dat was 2006 trouwens, dat was een resultaat nog van de jaren 90. Van SER-adviezen en allemaal voorgekomen. Dus de afgelopen 10 jaar is er niks gebeurd. Dus nu is er ineens overlegd en er is een akkoord gekomen. En er zijn concrete dingen in over ontslagrecht, waar 30 jaar over gepraat is. Nooit overeenstemming. Ja, 2008 was er een soort overeenstemming. Nu staat er uitgewerkt in detail hoe het moet gaan worden. Nou, dat is een doorbraak. Over WW staan er dingen in. Dus kun je zeggen, ja, dat is weinig en te laat. Ik mis de woning en ik mis de bloemenveiling en ik mis de Vira. Trouwens, Kok had daar niks mee te maken. Maar je kunt alles, gewoon dat er na 10 jaar weer zoiets ligt, kun je al heel wat noemen. En dan kun je het gezond ontrouwen noemen. Nou, dat is misschien prima, dat is misschien het enige haalbare na die 10 jaar. Dat bedoelde jij met was het best haalbaar? Nee, maar dat is wat ik bedoel. Ik kan hier natuurlijk gaan zitten met te zeggen, jongens, dit is het meest fantastische akkoord dat er gesloten is en ik sta achter elke komma en jota. Nee, ik ben ook wel zo nuchter en realistisch om te zeggen, dit is gewoon wat op dit moment mogelijk is. En daarmee neem ik dus geen afstand, maar zeg tegelijkertijd, ja, we moeten wel verder. Maar dan is het eigenlijk een instapmodel. Ja. Heel makkelijk. Als je nu krijgt, dan weer een nieuwe bezuiniging. En er is afgesproken in de zorg, zal de nullijn, die afspraak in februari is van tafel. Maar er zal bezuinigd gaan worden. Want er zijn partijen hier die aan de 3% en een Europese afspraak hecht. Ja, de VVD namelijk. Maar dan kun je dus heel makkelijk daarover jullie gaan maken. Wij hechten aan het streven naar nul. Die 3% op zich is een losse. Dat zijn nog meer bezuinigingen. Ja. Dus het is heel makkelijk om hier een ruzie over te krijgen. Maar je kunt ook zeggen, aan 1982, van nou, iedereen neemt zijn eigen verantwoordelijkheid. De overheid gaat de overheidsfinanciën saneren en wij gaan ons ding doen. Werkleden naar de minstens wel ATV of verlenging of hoe ga je het noemen? Ja, maar dan heb je, ik vind wel een punt dat als je dan op enig moment het akkoord hebt en je hebt die bezuiniging in het zicht, ik vind wel. De ene tendens is misschien een gestold wantrouwen. En we weten dat het vertrouwen dat eigenlijk gewoon het grootste goed is wat we hebben. Maar alles wat daarna gezegd is over de relatie met de bezuinigingen, dat vind ik dus een hoge mate van illusiepolitiek. En eigenlijk ook, eerlijk gezegd, dat is geen wetenschappelijk term, maar voortvlakkerij. Om te gaan zeggen van ja, we kijken in augustus wel verder. Want dan hebben we. Je hebt het nu over de minister-president die opeens op de tv verscheen van dat we allemaal naar het café moesten. Nee, daarna ook in relatie tot het sociaal akkoord. Er is een akkoord en dan hebben we op dat moment de bezuinigingen weggeduwd. En als je dat een jaar kan doen, dan heb je misschien een
Kees, maar dat wegduwen hebben we gedaan tot... Maar wat vind jij volksverlakkerij? Nou, dat is niet het goede term, maar ik vind dat je mensen voor de gek... Nou, dat is duidelijk. Nou, oké, okay, maar je houdt mensen voor de gek door te zeggen, we hebben een sociaal akkoord. En ja, we weten wel dat er misschien nog wat verandert in de situatie, want mogelijk moeten we nog bezuinigen, maar dat zien we wel in augustus. En dat waren toen, denk ik, 12 weken, dus het moment waarop je het gaat bezien weer, ja, en het moment dat je het afsluit. En dat vind ik dus... Waarvan nu de helft voorbij is. Of... Juist, en, daar, en ik vind niet dat je zo in de huidige samenleving met je burgers kan omgaan, omdat iedereen zegt 12 weken, maar wat een deel vakantie is. Ik bedoel, waarom praat je nou dan niet vast door over... de situatie dat het anders is, dat kan dus dan niet, want dat akkoord moet eerst worden bejubeld en dan ben ik het op zich mee eens dat je zegt van nou, het is een prestatie, want er is wat, maar om dan te zeggen ja, 3 maanden verder, dan zien we wel hoe de wereld een antwoord krijgt. Ja, wat is wat? Ik heb dat ter voorbereiding van dit debat proberen te achterhalen, wat nou precies de koppeling is tussen dat sociaal akkoord en die bezuiniging. En ik kom er niet achter. Tom Heerts heeft destijds gezegd van dat extra bezuinigingspakket, 4,3 miljard of zo, ging het toen nog om, maar inmiddels is het over 6 miljard, die is van tafel. Het sociaal akkoord zelf begrijp ik echt helemaal niet wat daar staat. En op dezelfde dag kwam er een persbericht van het kabinet uit, waarin werd gesuggereerd, de sociale partners zijn het ermee eens dat als het in augustus dramatisch is, alsnog moet worden bezuinigd. Dat kan dus niet allemaal met elkaar kloppen. Jij hebt daarbij gezeten. Wat is de afspraak eigenlijk over de koppeling met die extra bezuiniging? Er staat een zinnetje in dat akkoord dat het aan het kabinet is om te regeren en de bezuinigingsvoorstellen te komen als zij dat nodig acht. Ja, maar nou gaan we kremlinologie bedrijven. Wat zit achter zo'n zinnetje? Dat is een discussie zit daar. Als sociale partners niet in het akkoord de verantwoordelijkheid meenemen voor die bezuinigingen die men op dat moment voor ogen had. En gezegd heeft voor dus, wij willen een akkoord sluiten op deze punten, daarvoor moet het bezuinigingspakket even van tafel. En het is aan jullie om in het najaar, als jullie het nodig achter met nieuwe bezuinigingsvoorstellen te komen. En dan zullen we zien hoe we dat met elkaar gaan praten. Maar dat betekent dan ook, dan is het sociaal akkoord er niet meer. Nee, het is voor mij, ik heb steeds van het begin af aan geroepen, ik sluit niet een akkoord voor 4 maanden. Dat vind ik overigens, er vindt een devaluatie plaats op dit moment van het begrip akkoord. We sluiten zo'n beetje elke week een akkoord. Een akkoord is naar mijn idee een zeer zorgvuldig uitonderhandeld compromis, wat een aantal jaren moet meegaan. Maar als ik dan bijvoorbeeld zie hoe het met het akkoord gaat, de eerste avond halen we allemaal opgelucht adem en we drinken een goede borrel of een glas wijn op. We kunnen het nog. Ja, want ten diepste verlangen we allemaal naar een samenleving waarin we elkaar misschien verbaal de tent uitvechten, maar aan het eind zeggen we gaan het samen zo oplossen. En dan 2 dagen begint het gezaggerijn weer. Maar toch, en zit ik in de Kamer en begin een politieke partij te zeggen, nou, dit deeltje vind ik wel interessant, dat deeltje moet ik nog maar zien. Ja, maar dat is een samengesteld menu. Dat is niet zeg maar een menukaart van een restaurant met 6 voorgerechten en 3 hoofdgerechten. En zegt maar wat u lekker vindt. Nee, maar dat is normaal. Dan begint de SGP van, we zijn het ermee eens, maar dan mag de trouwambtenaar niet gediscrimineerd worden. Ja, maar wat willen we dan met elkaar? Een akkoord is niet zeg maar zomaar iets van, nou ja goed, als het over 4 maanden maar wat is. Stel, het kabinet, want daar lijkt het nu op, komt in augustus tot de conclusie dat er een slordige 6 miljard, maar ik hoorde je best van de week zeggen dat het nog wel meer kan worden, bezuinigd moet worden. Dan is het sociaal akkoord dan weg? Want het kabinet zegt, nee, dat zinnetje betekent dat de vakbonden daarmee akkoord gaan. Nee, voor mij is het akkoord komt in gevaar, als het van de week werd met de BNR ook gevraagd. Is dit een bom onder het akkoord? Het kan een bom worden als het zeg maar, de afspraken in het akkoord gaat raken. Ja, dus, deze begrijp ik niet. Nou ja, in het akkoord is een aantal afspraken gemaakt over hoe gaan we de komende tijd met nullijn dit en nullijn dat om. En als dus de nieuwe bezuinigingen delen van het akkoord gaan raken, ja dan. Dus bijvoorbeeld nullijn in de zorg? Nee, dan loop je het risico dat het akkoord dus kapot is. Nullijn voor ambtenaren? Ja, identito. Ik heb een aantal afspraken gemaakt, heb ik ondertekend, namens mijn achterban. Oké, hier kunnen we mee leven, maar ik heb van begin af aan geroepen, ik sluit niet een akkoord voor 4 maanden. BTW-verhoging tot 30%? Ja. Hans Biesel wil vragen, zal er dolblij mee zijn. Cora, even over deze koppeling, van, is er nou een akkoord als er extra bezuinigd wordt? Jullie hebben dat als regeringsfracties op een bepaald moment ook voor je gekregen, deze tekst. Ik heb altijd begrepen dat jullie daar 1 minuut of 3 over mochten vergaderen toen jij moest zeggen, maar je mag dat tegenspreken.
Maar... Oké. Nee, het was niet lang, hè? Nou ja, dat... maar wat hebben jullie als VVD-fractie toen gedacht van wat staat hier? Staat hier als we extra gaan bezuinigen, dan is er geen sociaal akkoord? Staat hier juist, we mogen extra gaan bezuinigen, wij nemen die verantwoordelijkheid dan op ons? De vakbeweging zal dat begrijpen, de sociale partners. Welke discussie hebben jullie daarover gevoerd? Nou ja, ik moet zeggen dat je neemt er kennis van. Maar wij vonden het ook wel tamelijk kritisch. Je weet ook niet meteen wat het betekent. Dus we hebben er maar gewoon als PVD, zoals we altijd doen in het dualistische stelsel, gewoon onze eigen visie opgegeven. En dan houden we in dat wij staan voor onze financiële degelijkheid en overal voor openstaan. Maar op het moment dat de ramingen er zijn en, dan, en alle zaken komen bij elkaar bij de augustusbesluitvorming, dan zullen we gewoon dan een verstandig besluit moeten nemen. En dat kan ertoe leiden dat er wel een pakket en zelfs nog meer op tafel ligt. Maar ja, dat hebben we van begin af aan duidelijk gemaakt, dat onze lijn zal zijn. Nou, heb je dat net uitgelegd hoe fijn het was dat er een sociaal akkoord is, een draagvlak is. Je loopt natuurlijk het risico dat je eraan gaat meewerken om dat in september weer op te blazen. Nou ja, daar zou ik zeker niet op vooruit willen lopen, want ik heb er dan toch wel ook het vertrouwen in dat, wat Jaap net zei, het gestolde wantrouwen, dat dat toch ook wel vergezeld gaat van de sense of urgency bij alle partijen, die ik, als ik dagelijks mijn mailbox even wel zie, dat mensen echt zien dat we in zwaar weer zitten en dat we echt met elkaar constructief moeten praten om er gezamenlijk uit te komen. En met die instelling denk ik dat er toch heel veel mogelijk is. Ja, maar toch even, want even een puntje voor hier. Jaap is heel gematigd vergeleken met Tom de Heerts en Corrie en hoe heet het allemaal toch? Ik kan buiten nog veel zijn. En er zitten. Nou, je hoort Jaap net zeggen: als een extra bezuinigingspakket betekent toch een nullijn in de zorg, toch een nullijn voor de politie en voor ambtenaren. We got a problem. Is dat sociaal akkoordje zoveel waard dat je zegt, nou dat moeten we dan maar niet doen, zo nullen? Want dat zou dus wel veel bezuinigingen opbrengen. Ja, dan is het inderdaad de situatie van Houston, we've got a problem. Maar ik wil daar niet op vooruit lopen, want dan moet je eerst weten voor welke opgave je met elkaar staat. En dan zul je dan moeten kijken wat daar een verstandige oplossing voor is. Dus daar kan ik nu echt en een BTW-verhoging, want daar hoor je de PvdA nu wel over praten. We kunnen eruit komen, geen nullijn. Zo kun je nog 10 andere voorbeelden noemen die allemaal zouden kunnen. Ik ga daar nu niks over zeggen, want dat heeft geen zin. We moeten dat pas doen op het moment dat we er ook voor staan, dat we alles bij elkaar hebben. We hebben ook de toezegging van minister Asscher dat hij ook de stapeling van alle effecten nog in kaart brengt. Hoe dat neerslaat bij verschillende groepen, of bepaalde groepen disproportioneel getroffen worden. De wet uniformering loonbegrip, iets wat lastenneutraal, budgetneutraal voor de Rijksoverheid is, maar toch zijn effecten heeft. Daar moet allemaal nog naar gekeken worden. En pas als je dat totaalplaatje hebt, kun je er echt iets verstandigs over zeggen. Maar, dus dat ga ik nu verder. Maar hoe fragiel is dit bouwwerk hoor? Ja, dat zal dan moeten blijken. Daar kan ik nu niks over zeggen. Dat weet ik meer in september. Maar wat kan er dan tussen nu en september nog gebeuren? De economische groei gaat niet naar 2,6 de komende tijd. Dus wat wij gaan zo doen. Ik ga even afzet nemen voor Cora. Ja, want ik vind het heel vervelend dat ik nu weg moet, maar op het moment dat jullie mij vroegen, heb ik dat al aangegeven. Dus ja, excuses en ik wens jullie een fijne heel dank voor het over die afgelopen 10, 12 jaar, maar als het akkoord dus zo fragiel blijft, of er wordt opgeblazen door nieuwe bezuinigingen, dan zijn we nog een stap verder terug dan wel waar. Want dan ben ik bang dat dat gestolde wantrouwen, dat we dat niet eens meer bereiken. Dus dat vind ik het
riskante, ook vanuit arbeidsverhoudingen, als dit wordt getorpedeerd. Dan geloof ik niks meer natuurlijk. Dan denk ik dat we dus van een high trust land naar een medium of low outsider zijn. En dat vind ik het gevaarlijke met dit spel, dat je zegt van, nou ja goed, mooi akkoord, maar we hebben nog 3 maanden en dan zien we wel. Terwijl ja goed, over 3 maanden is de werkloosheid hoger dan nu. Over 3 maanden zitten meer mensen in de bijstand en over 3 maanden is de groei nog niet aangetrokken. Ja, dat is het medium trust land. Met wie zijn we dan vergelijkbaar? Roemenië? Nou kijk, onze werkloosheidspositie is nu, we zijn nu ingehaald door Malta, wat betreft het niveau van werkloosheid. Dus misschien dat we een beetje zo in die sfeer komen. Malta? Nou, op 1 augustus treedt een nieuwe directeur bij het Centraal Planbureau aan. Misschien heeft hij een roze bril. Kijk, die miljarden zijn er niet. Het zijn enorme bedragen en ik kan het niet voor mijn ogen krijgen. Maar als de economie, als mevrouw Geest de economische groei een half punt of een heel punt hoger inraadt, dan is het geen probleem. Zo kun je, en die raming, ja, duidelijk is wel het enige woord van die raming, ik kon er zelfs niet uitkomen, dus dat kan mevrouw Geest ook. Nee, maar het gaat om het gevoel dat met, dat is in het Kamerdebat ook door een aantal partijen verwoord, door het CDA bijvoorbeeld en door de ChristenUnie en de SGP, D66 ook. Het gevoel dat we toch een beetje voor het lapje worden gehouden. Dat we liever vrede zo lang mogelijk in stand wordt gehouden. Terwijl eigenlijk alle deelnemers weten, in september gaat het een hele andere kant op. Want we moeten van Europa 6 miljard bezuinigen. Dan begint alles weer overnieuw. En inderdaad, met de kanttekening die Tom maakt, van niet echt goed voor het vertrouwen in. En de sociale partners en de politiek. En ik vind dat vind ik ook link. He, dus, kijk, we zijn natuurlijk de laatste decennia gewend om voortdurend een voorschot te nemen dat komt. En dat zou je in dit geval dan ook onder het kopje kunnen scharen. En we nemen een voorschot op, hopelijk gaat het dan beter. Maar dit hele akkoord is gesloten omdat we bij willen dragen aan een stimulans om meer vertrouwen in de samenleving te krijgen. We kunnen het nog, hè? Sorry. Ik heb een column over geschreven. We kunnen het nog. En we halen opgelucht aan. En als dat nu zeg maar binnen een paar maanden aan diggelen valt, of in duigen valt, ja, dan kost het weer enorm veel moeite om opnieuw met elkaar, tenminste ik zou het moeite hebben, dat ik dan weer aan tafel moet gaan zitten om weer een historisch akkoord te gaan sluiten. Dat werkt dus niet. En ik vind dat we daar dus echt zuinig op moeten zijn. Maar dat vind ik een probleem in deze tijd in algemene zin, wat ook manifest wordt in dit akkoord. Ja, waar zijn we nou mee bezig met elkaar? En dat over die bezuinigingen. Ja, ik roep altijd, ik trek vaak de metafoor met een patiënt die lichte verhoging heeft. Onze economie heeft 38,5. Daar voel je een beetje lullig bij, maar je gaat er niet dood van. En we stoppen de pillen in en om de 10 minuten steken we die thermometer in het gat. En dan schrik je weer, oh, het is nog. We hebben inmiddels 48 miljard bezuinigingen voor ons kiezen. Die nog niet allemaal zijn ingevoerd. En we halen elke paar maanden, oh, nog niet weer. We moeten weer reageren op cijfers. Weer meer maatregelen, weer meer bezuinigingen. En ondertussen krijgen we al die verhalen van, maar we staan nog steeds nummer 5 op het rijtje van de meest competitieve economie. Of we zijn nog steeds nummer 2. Want dat interesseert de man dat de vrouw die zijn baan kwijt heeft, geen moer. En die patiënt voelt zich zieker en zieker en zieker. En de eerste beste arts, en inmiddels zijn het de economen, die zeggen, laat dat nou even een beetje. Laat het nou een beetje. He, dus die koorts kan misschien nog een klein beetje oplopen. En dan, Griekenland had 40,5. En Cyprus had misschien 41. En dus ik heb wel eens het idee van praten bij elkaar nou zeg maar een soort gammelgevoel aan, want dat vertrouwen dat wordt er niet groter op. Ik bedoel, de discussies die ik thuis voer van schat, zullen we eens een nieuwe auto voor je kopen om de premier een genoegen te doen? Nee, we gaan eerst alles aflossen. Ik zeg maar, dan ben je straks 80. He, dus een paar jaar geleden was het geen enkel probleem geweest. We hebben het trouwens wel gedaan. Hij is vandaag afgeleid. En wat is het voor auto? Ja. Wat is het voor auto? Interessant? Ja. Belastingvrij. Het is een 6 jaar oude. Oh, dat vertel niet. Echt een Martin, ja, nee, dat klopt. Een Volvo C30. Dat was al jaren de vol. Door zijn zeldzaamheid, hè? Het probleem is misschien dat we met z'n allen doeleinden nastreven tegelijk die helemaal niet met elkaar te combineren zijn. Nederland wil natuurlijk in Europa een soort voorbeeldrol spelen van wij zijn de harde bezuinigers, we zijn nog harder dan de Duitsers, we geven het goede voorbeeld. Tegelijkertijd willen we het harmoniemodel, willen we de lieve vrede in het binnenland, de
misschien kan het gewoon niet samen. En ontploft dat dus gewoon in het najaar, want als het sociaal akkoord gaat wankelen, denk ik dat het kabinet het ook niet meer langer redt. En worden niet gewoon totaal tegenstrijdige doeleinden tegelijk nagestreefd met economisch beleid? Tom, nou ja, ik denk niet bewust tegenstrijdig. Ik zou wel benieuwd zijn of er ook een plan B akkoord ooit geweest is. Hè? Je had ook kunnen denken van nou, we maken stiekem nog een plan B en dat komt nu niet naar buiten. Dit is A. Dat had ik wel interessant gevonden, omdat dat ook wat meer zou anticiperen, met name op die korte periode. Want nu heb je dus maar één troef op tafel. En als die verdwijnt, dan hebben we een groot probleem met z'n allen. Maar ja, dat moet je natuurlijk niet naar buiten brengen. Maar het zou wel fijn zijn als er een plan B zou zijn, om niet dan het scenario te hebben dat alles verdwijnt. Misschien is het er. Misschien is dit wel plan B. Ik ken het niet. Nee, geen plan B. Ik ken het niet. En wat had er in moeten staan in plan B? Nou ja, dat is natuurlijk dan een moeilijker akkoord dan dit akkoord. Maar een plan B akkoord zou toch nog wat meer keuzes natuurlijk, hè, maar hebben gemaakt dan dit akkoord. Hè, wat vooral zegt van nou, wat we vooral op de korte termijn niet willen. Maar dat zou een akkoord zijn. Het begint met wat we op de korte termijn dan wel moeten, of moeten willen, om het maar zo te formuleren. En daar zou ik in geïnteresseerd zijn, omdat straks de tijd ook ontbreekt, als eenmaal die discussie begint, om dat dan genuanceerd en overleg te voeren. Dus je kan dat beter maar nu doen, vind ik, en dan hoef je niet het huidige akkoord overboord te gooien, maar als je voor voldoende feiten wordt gezet, want het nieuwe CPB-directeur kan helpen, maar we hebben die cijfers ook van de OESO, we hebben die cijfers van Europa, dus daar is, in augustus is de situatie hetzelfde, maar dan een stuk slechter. Dus dan zou je eigenlijk de komende maanden moeten werken aan een akkoord, een soort update, zeg maar, een IOS 6.2 van het akkoord. Je bedoelt dat Jaap en al die andere zielige mensen, na alles wat ze dit voorjaar al hebben meegemaakt, de hele zomervakantie weer moeten gaan doorverhuizen? Als dat moet dat, denk ik, en dan doen we af en toe wel een autoritje zo door de duinen of iets organiseren. Voor Jaap, hoor. Voor Jaap, natuurlijk. Ja, je kunt ook zeggen, we zijn het over het principe eens, alleen betrekking naar voren. Wat zeggen we ervoor? Nou, de BW-verkorting. Ja, maar dat vinden we juist. Ja. Ik vind nou juist, zeg maar, het knappe van dit akkoord. Wat heeft het nu voor zin om in deze arbeidsmarkt het ontslagrecht te versoepelen zoals voorgesteld en de WW terug te brengen tot een jaar? Dat is toch mensen van, zeg maar, zekere leeftijd de stuip op het lijf jagen? Dat moet je toch niet willen? Nee, dat wil ik ook zeker niet. Maar mensen van zekere leeftijd zijn 50-plussers. Ja, maar dat is gewoon een gegeven. Jouw leden. Jouw leden. Veel van mijn leden. Maar ik bedoel, overigens, wij scheren in het land altijd iedereen over één kam en denken iedereen gelijk te behandelen. Het kan wel zijn dat voor mij een andere uitgangspositie bestaat dan voor die leeftijdsgenoot die 30 jaar bij Tata's die in de fabriek staat. Ja. Maar heeft toch geen zin om op dit. Dus dat vind ik het knappe van dit akkoord. Dat we die hervormingen, ik noem dat bezuinigingen, dat zijn namelijk geen hervormingen, dat zijn gewoon aanpassingen. Wij draaien in het land, ook de politiek, maar allemaal, zeg maar, aan knoppen van oude apparaten. Dus we moeten, zeg maar, nieuwe apparaten vinden. Dat bepleit ik zelf ook al. Het is allemaal hartstikke bloedlink wat ik zeg, want ik neem geen afstand van het akkoord. Hetzelfde geldt voor de politiek. We hebben allemaal die onmacht. Hoe maken wij die sprong naar wat ik dan maar noem die nieuwe curve waarop we de toekomst in kunnen? We hebben allemaal het gevoel dat als we doorgaan, dan gaat het naar beneden, naar beneden, naar beneden. Ja. Maar hoe maken we nou de sprong naar het nieuwe? Dat is dat nieuwe apparaat met nieuwe knoppen, nieuwe oplossing. Daar pleit ik zelf al jaren voor, maar misschien heeft dat te maken met mijn komst van buiten. Mm-hmm. We moeten opnieuw eens na gaan denken over wat is de relatie tussen de werkgever en de werknemer, of tussen de afnemer en de opdrachtnemer. En dan denk ik aan de arbeidsmarkt van mijn kinderen, 25 en 27 zijn en nu begonnen zijn met de eerste baan. En tegelijkertijd moet je dan ook overgangsregelingen bedenken voor mensen van onze leeftijd. Hebben ze een baan inmiddels? Ja, die hebben zo'n ontzettende mazzelkont. Maar voor dat nadenken heb je zoiets als de sociaal-economische raad. Waar het zou kunnen gebeuren, dat zou in het verlengde kunnen van zo'n akkoord. Zonder zo'n akkoord gebeurt er niks, al jaren. Nou ja, dat is een beetje wat ik zelf, maar het legt tegelijk mijn onmacht een beetje bloot. Maar dat roep ik al vanaf week 2, dat ik daar, toen Rutte 1 aantrad, en er een taboe kwam te liggen op de twee heikele punten, de hete hangtaboes van Cotonou, WW en ontslagrecht, heb ik gezegd, nou kunnen we opgelucht ademhalen en zeggen, hoeven we daar de komende jaren niet over te praten.
Maar laten we nou deze politieke rust gebruiken om nu na te denken over wat we gaan doen als het onderwerp wel weer op tafel komt. Hoe reageer je? Want je zegt, ik zit nu al 3 jaar in dat overlegcircuit, dus ik ben nog een nieuweling daar. Hoe reageer je? Ik ken letterlijk mensen die daar al 30 jaar in de CERN en zo zitten. Hoe reageren die dan op jou? Hebben die iets van, nou, een beetje een milde jongeman, dat gaat er nog wel vanaf? Nou, die moet nog 15 jaar ontdekken hoe het... Nee, zo is het maar. Nee, er wordt welwillend geluisterd. Maar ik zie ook wel, daar moet ook de geesten rijk voor zijn. Daar moet je ook van je organisatie de ruimte voor krijgen. En, dat is wat ik altijd van een van de andere mensen aan tafel had hoor, de nood moet wel zo hoog zijn dat we een andere kant op kunnen. En kennelijk wordt die urgentie nog niet zo gevoeld. En ik denk voortdurend, ga er nou over nadenken. En dan is altijd mijn vergelijking met de woningmarkt. En dan kijk ik naar de VVD. Mensen zoeken 2 zekerheden, dat is van meer, maar in ieder geval 2 belangrijk is, waar woon ik en kan ik dat betalen en heb ik een baan om überhaupt te kunnen leven. Ja, en heb ik een auto om van het een naar het ander te komen. Als je dan kijkt de zorgvuldigheid waarmee omgegaan wordt met hervorming op de woningmarkt in relatie tot de bestaande gevallen. We gaan toch niet in één keer de hypotheekrente met 20% minder maken. Waarom doen we dat dan wel met de arbeidsmarkt? Het gevaar is, als ik even jou hoor, dat vind ik een interessant thema. Het gevaar is dat in de CER, in de Stichting van de Arbeid, in het hele milieu daaromheen, mensen zo zitten te kijken naar de gevestigde belangen, naar de insiders, omdat dat hun leden zijn, dat je geen oog meer hebt voor die 25-jarigen die buiten staan. Dat is het gevaar. Dat is waarom ik steeds tegen mijn achterban zeg, als jullie denken dat ik hier alleen maar ben om spreekbuis van jullie te zijn en jullie belangen te behartigen, ik sta eigenlijk met de rug naar mijn achterban en met mijn gezicht naar wat ik noem de voorban. Het is niet bestaand woord, maar ik weet meteen wat ik bedoel. Daar ligt mijn focus. En ik kijk af en toe achterom, van zijn jullie er nog? En kan ik nog namens jullie spreken? Maar als ik dat niet doe, dan wordt toch terecht de vraag gesteld, wie bent u? Hoeveel mensen vertegenwoordigen? Hoe kan dat CER milieu daaruit komen? Hoe kunnen ze uit die cocon komen? Gijs, Tom, wie wil het eerst? Door over een schaduw heen te springen. Kijk, het pathetische was dat in de jaren 90, eind jaren 90, heeft de FNV het FNV Jong opgegeven. Want die jongeren, dat hoefde niet apart. Kwam Meili Vos met het AVV, het alternatieve vakbond, 2004 of 2005 was dat. Die wou de CER in. Nou, dat mocht niet, want ze had geen leden. Nee, want jongeren worden geen lid van een club. Ja. Dus ze kwam daar niet aan bod. Ze ging de Kamer in 2006. Maar wat deed je? Gevestigde belangen. FNV Jong weer op. FNV Jong, CNV Jong. En we zetten een ZZP-mevrouw voor het VNO in de CER. We zetten namens het FNV een ZZP-mevrouw in de CER. En die praten gewoon de VNO-lijn en de FNV-lijn na. Maar we doen alsof die belangen in de CER zijn tegenwoordig. Maar het gebeurt dus niet. Nou, zeg niet dat je Meili Vos of God weet Siewert van Linden in de CER moet hebben. Maar je moet die belangen wel meenemen. Daar heb je die kroonleden voor in principe. We hebben ook een WRR. Dus het is genoeg kennis. We hebben meneer Wildhagen, die kan het ook. Dus neem dat mee in het geheel. Maar dat de gevestigde belangen doen alsof ze doen, maar hou het ondertussen buiten. We moeten trouwens ook die ZZP'ers niet overdrijven, want al die winkeliers en die, de geslaagde freelancers die hebben jaren geprofiteerd van allemaal leuke regelingen en belastingen. De ZZP-problemen zitten nu bij de mensen die dat zijn de mensen die noodgedwongen voor zichzelf beginnen omdat ze hun baan kwijtraken, omdat ze uit de WW rollen. Ja. Dat zijn de trieste, de tragische gevallen, maar daar moet je wel naar kijken. Ja. Er zijn ook mensen die in de jaren 90 voor zichzelf begonnen in de automatisering en heel leuk bezig zijn. Nee, daar hebben we geen medelijden mee. Ik maak ook een onderscheid tussen. Sorry, ja. Tom. Nou, dus natuurlijk had dat veel eerder moeten gebeuren, hè, de CER openstellen. Dat zeker. Maar je ziet ook dat het natuurlijk zo snel valt dat je ook van de CER kan vragen: van is dat nou nog het hoofdveld? Of zijn we eigenlijk gewoon op andere velden al, gebeurt er al veel meer? Want de illusie is natuurlijk dat als je denkt van wij doen nu even niks, dat de wereld niet verandert. Maar dat, als je zo'n perceptie hebt, dat klopt niet. Hè? Dus die wereld verandert. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb met de jongerenvakbond ook zaken gedaan. Een statusbeurs voor werkzoekende jongeren in noodtang uit de grond. Dus ik ben daar eigenlijk heel erg onder de indruk. Ja. Ook van de onbevangenheid. Die mensen zitten ook heel anders erin. Je kan gewoon VVD-lid zijn en voorzitter van FNV Jong. Dus een heel andere tijd. Dus ik vind ook dat die jongeren al veel eerder veel meer ruimte hadden moeten hebben. En dat heel jammer is dat dat niet gebeurd is. Ze zijn nu niet meer alleen een marketingtruc, ze zijn veel meer.
En we zouden ze ook veel meer, ze hadden ook bij het sociaal akkoord bijvoorbeeld moeten zitten. En dat vind ik ook een gemiste kans. Ja. Dat had makkelijk kunnen gebeuren. Het enige wat ik hier nog even bij wil lezen is, normaal gesproken, als we in dit soort, dus stel dat het dus misloopt en het hopelijk niet met sociaal akkoord en niet van bezuinigingen, dan kom je, als je dus historisch kijkt, dan kom je dus in een situatie dat dan een discussie weer terugkeert over het primaat van de politiek. Het probleem is alleen, dus daar resoneert het altijd tussen. Dus in het positieve scenario komt er een sociaal akkoord. En dat wordt omarmd en naadloos vertaald in wetgeving door de politiek. Mm-hmm. En in het slechtste scenario komt de hele discussie over het primaat van de politiek terug. Alleen het bijzondere is natuurlijk dat dit kabinet heeft zelf geen primaat. De discussie over het primaat van de politiek is een discussie over we moeten niet polderen. Tuurlijk, maar tot slappe compromissen. Zeker. Maar dan open de bouw op en doe het hier in een huis. Ja, maar dan moet je wel de politieke doorzettingsmacht hebben die dit kabinet eigenlijk ontbreekt. Hè. Vandaar dat het kabinet ook sterk leunt op de sociale partners. Dus er is geen meerderheid in de Eerste Kamer. Ja, dus de oude primaat van de politiek discussie, die kan je echt niet eens voeren na augustus. En daardoor weten we niet tussen welke vuren we dan wel belanden. Ja. Gijs? Ga zo naar de zaal trouwens. Ik heb ook nog een vraag. De doorzettingsmacht van het primaat. Kijk, primaat van de politiek zit volgens mij niet ter discussie, maar de doorzettingsmacht of wil van een kabinet en daartegenover de hindermacht van de buitenwereld. En als je kijkt naar de participatiewet van Paul de Pom, die heeft hij in de week voor de val van het kabinet Rutte 1, 80 uur hierboven verdedigd. Iedereen buiten was er tegen, de gemeentes, de vakbeweging, de werkgevers, die zitten. Iedereen had daar problemen mee, maar het zou die dinsdag gestemd worden en hij zou een meerderheid krijgen. Terwijl je weet dat dat enorme problemen gaat geven bij de uitvoering of de invoering. Mm-hmm. Nou, het kabinet viel, Paul de Krom totaal gedesillusioneerd. Nu komt diezelfde wet nog iets aangescherpt terug, maar wel in overeenstemming met min of meer de VNG, die natuurlijk vinden dat ze te weinig geld krijgen. Dus je kunt ervan uitgaan dat de hindermacht een stuk minder zal zijn dan de vorige keer dat iedereen die kon tegen de krip had gedaan. Dat is wel aan het sociale akkoord te danken dan. Dat mag je aannemen. Dat is de vooronderstelling. Ik kom zo bij jullie terug. Met nog een vraag. Jongeman. Ja, dat zie ik. Goeiedag. Bezuinigingen. Pensioenkorten. Gezondheidszorg. Ouderenzorg. Onderwijs, bezuiniging op onderwijs. Waarom praten we niet hier dat de grotere bedrijven, multinationals, ze betalen als peanuts hè, de belastingen? Daar moeten we praten, de heer Rutte. Omdat die multinationals zitten naast hem, rechts en links. Waarom praten we niet over belastingen en dat soort dingen? En tweede is eigenlijk MKB. Iedereen weet wel, jullie daar en wij hier, iedereen weet dat de MKB speelt de grootste rol voor economie. Zijn als backbone of economie. En waarom stimuleert niet de overheid MKB? Op dit moment in Den Haag, verschillende straten, meer dan 30% MKB is failliet gegaan. Dus zij zijn eigenlijk een source of banen. Maar niemand praat over dat. Wij moeten even vragen, zeggen dat de overheid is bezig met bezuiniging, maar op verkeerde plek. Alleen voor gewone burger. De gewone burger die zit op dit moment in de stille armoede. De gewone burger, twee verdieners kunnen niet eigen rekeningen betalen. En de heer Rutte zegt, wij zijn het beste kabinet en wij zijn bezig met bezuiniging op enkele dag. Niet meer dan praten. Die bedrijven, ik leg het dan voor. Die bedrijven betalen belasting op de Cayman-eilanden, de Bahama's. Ja, onwijken belasting, dus dat moet. Daar ergens anders belasting. Ja, daar is de oplossing. Wie nog vraagt? Wie nog? Is het niet de vraag of we dezelfde vraag, als je het over het primaat van de politiek hebben, wel bij de politiek moeten leggen of bij de polder? Is het eigenlijk niet zo dat de polder heel erg goed is in verdelingsvraagstukken? En de politiek heel erg goed in veranderingsvraagstukken. Want veranderingsvraagstukken neerleggen bij vertegenwoordigers van achterbannen is reuze moeilijk. Want wat Jaap zegt klopt, er komt altijd een compromis uit. En dat compromis ligt altijd tussen de einden in. Maar dat betekent dat daar nooit een verandering te vinden is. Dus zou je niet genoegen moeten nemen met een polder die komt met verdelingsoplossingen.
Maar dan zou de politiek toch echt wel de veranderingsoplossingen moeten aangeven. En dat is eigenlijk het gemis op dit moment. En die hadden gewoon echt een blok moeten zetten achter de bezuinigingen die nodig zijn voor om de economie te redden. Dan wel te zeggen, nee, we hebben geen bezuinigingen nodig om de economie te redden. Dit is wat wij gaan doen. En verdeel nu maar hoe je het wil gaan doen. En dat is dan de uitwerking op sociale zaken, op de WW, op ontslag. Op al die zaken is het uitwerking, dus verdeling. En dat kan de polder wel, dat heeft ze gezien. En denk je dat de politiek wel goed is in veranderen? Nou, of ze er goed in is, je weet in ieder geval één ding zeker. Als je de vraag stelt aan de polder, dan komt het antwoord eigenlijk altijd te laat. He, dus ik vind dat dat ook in het debat tot nu toe, dat het er heel erg naartoe gaat dat je dezelfde vraag of aan de een of aan de ander moet stellen. Mm-hmm. En de vraag wat mij betreft aan het panel is, zou je niet een andere vraag voor de polder hebben dan voor de politiek? En als je dan tot de conclusie komt dat deze regering dat antwoord niet heeft, dan denk ik dat je bij de nieuwe vraag bent van ja... Welk kabinet wel? Ja. Okay. Nou, even deze kant op. Onthouden jullie ze? Dank u wel. Ik hou de microfoon. Oké. Okay. Ja, we zijn een beetje laag. Nee, jij bent te lang. eigenlijk, als ik naar deze tafel kijk, een partij die ik dan mis, dat zijn de werkgevers. En voor de werkgevers ligt er volgens mij juist een hele belangrijke rol. Want je kunt wel praten over bezuinigen en dat soort dingen, en wat de overheid allemaal niet moet doen. Maar de ondernemers, maar de bedrijven, dat zijn juist degenen die het wel moeten doen. En wel op een strategische manier. Want waar nu in mijn beeld te weinig naar wordt gekeken is, welke talenten hebben mensen nou in deze samenleving? Van wordt heel snel gezegd van die is te oud, die heeft geen ervaring, die heeft een sportstoornis, een autistisch spectrum en zo zijn er nog wel meer dingen te verzinnen. Maar als bedrijven nou strategisch omgaan met de talenten van mensen, Dan geven ze ook nu kansen. En dat is een investering, oké, maar we hebben wel een duurzame arbeidsmarkt. Ja. Omdat die mensen, die zullen als de economie weer aantrekt, en daar gaan we allemaal vanuit, even optimistisch, dan zullen juist die mensen hard genoeg weer nodig zijn op de arbeidsmarkt. En als je nu die mensen die kansen niet geeft, dan blijven ze aan de kant staan. En dan heb je straks een enorm probleem. Want dan zijn ze heel lang van de arbeidsmarkt geweest, wordt het veel moeilijker om ze er weer bij te krijgen. Dus ook voor die bedrijven zelf is het juist slim om die mensen nu een kans te geven. Okay. We hebben VNO-mensen weer uitgenodigd trouwens. Die konden niet vanmiddag. Verder doen ze heel veel voor nieuw sport en zo. Nog één iemand? Anders gaan we dan nog één. Ja. En dat is aan meneer Wilt. Even de microfoon. Ja, aan meneer Wildhagen. Duitsland die is onder andere groot geworden doordat wij de maakindustrie goed hebben overeind gehouden. Wij zitten allemaal in die dienstverlening. Zou het niet zo zijn dat het zij kan, het zij dat de minister voor maakindustrie, zeg het nou maar wat huiselijk, maar dat je iemand daar in een sterk persoon in een kabinet hebt die dat gaat trekken. En daar ook inderdaad eens een boost aan geeft. Want het blijft allemaal te veel zeg maar in de niet-maakindustrie hangen. En in het transport en waar natuurlijk ook allerlei aanlatingen worden gedaan door de andere landen in Europa. Dus dat punt zou daar ook niet meer veel, toch maar een beetje de actievere industriepolitiek gedaan moeten worden om wat meer te faciliteren. Oké, dank je. Ik haal drie dingen uit, maar mag jullie kijken wel antwoord. Eén ding is van, klopt het kabinet niet aan het verkeerde adres, waar ook allemaal multinationals zijn wakker op vanaf, qua belastingen. Veel vragen over wat zou de rol van het midden- en kleinbedrijven en de werkgevers moeten zijn. Welke verantwoordelijkheid nemen zij? En, ja, derde vraag van, moet die polder eigenlijk wel opzadelen met eigenlijk toch politieke beslissingen. Zouden dat niet twee gescheiden circuits moeten zijn? Want de polder vraag om instemming met bezuinigen is toch een beetje, nou ja, de kalkoenvraag wat je van de kerstmaal vindt. Zou jij die vraag over de werkgevers misschien? Ja.
zeker. Kijk, wat, even, dat is een iets andere interpretatie van de vraag. Ik kom zo nog de inhoud van de vraag zelf. Maar wat mij opvalt, en misschien dat Jaap daar ook wat meer over kan vertellen, maar de werkgevers zijn tot nu toe uiterst stil. Er zijn weinig uitgesproken. Ik kan zeggen, vakbeweging en verwezen in zelf gekeerde structuren. Maar we hebben eigenlijk weinig echte verhalen gehoord van de werkgevers over het sociaal akkoord. Toen het gepresenteerd was, vond ik absoluut Ton Heers blijer kijken dan Mientjes. Dat kon je aan de body language zien. Zo van, ik doe hier gewoon in mee, want dat is het beste dat we dat doen. Maar de visie van werkgevers op wat er nu moet gebeuren, je kan zeggen dat staat in het sociaal akkoord. Maar ik denk dat er een verder verhaal is. En dat verhaal wordt steeds niet verteld. Dat was een situatie waarin het een repeterend mantra was van ontslagversoepeling en dan is Nederland klaar. Dat was niet echt het verhaal, denk ik, waarvan je nou zegt dat is het verhaal. Maar wij kennen nu geen werkgeversverhaal, ook niet de werkgeversvisie op de ontwikkeling van Nederland. Het staat ook een beetje aan bij die vraag over die maakindustrie. Dus dat vind ik sowieso een gemis, dat de werkgevers zich niet uitspreken over, ook niet over wat we nu straks moeten doen als we toch 6 miljard moeten bezuinigen. Dus waarom dat is, weet ik niet. Misschien lieve vredeverhaal, want je kan niet in je eentje CEO sluiten, heb je iemand voor nodig. Ja. Of medelijden, of denken van de geschiedenis loopt toch zoals die loopt en dit sociaal akkoord. Ik denk maar, Jaap weet het beter dan ik. Echt enorme angst bij VNO-NCW dat de FNV instort. De opluchting dat mede dankzij het sociaal akkoord niet is gebeurd. Dat heeft Gijs aan het begin van vanmiddag. Dat is ook zo. We hebben er allemaal, hadden we de baat bij dat dit akkoord er kwam, om niet alleen dus vanwege de inhoud, maar ook dat we überhaupt nog een akkoord sloten. Ja. Daar heb ik ook mijn bescheiden bijdrage in geleverd, door niet het FNV in de wielen te gaan rijden, door niet in te gaan op de suggestie die veel mensen mij gedaan hebben, dit is je kans, ga je gang. Nee, mij is er ook veel aan gelegen geweest dat het FNV gewoon volwaardig aan tafel kon zitten. Ik heb mijn grote broers dus ook nodig. En dus dat is helemaal niet, dat hoeft ook helemaal niet geheim te zijn. Dat is ons allerbelang geweest. Ja. Dat is prima. En dat heeft Ton, laat maar zeggen, prima uitgemist. Ja. En mijn complimenten, die heb ik al talloze malen openbaar gegeven. Hè? Maar wat mij tegenvalt, ik geloof, misschien versta ik mezelf niet goed, maar volgens mij, ik heb het vanmiddag maar een paar keer geprobeerd, probeer ik voortdurend blijk te geven van de urgentie dat we met elkaar inderdaad over onze schaduw heen moeten durven springen. Ja. Dat ik mijn achterban moet durven confronteren met een vrouw, dames en heren, jongens en meisjes, wat jullie willen. Dat kan niet meer, om die in die reden. Nee, maar van de werkgeverskant. Ja, want voor mij twijfelt niemand aan dat jij dat urgentiegevoel voortdurend uitdraagt. Dat kan je ook in al jouw publieke optredens nagaan. Maar zijn de werkgevers nou echt gemotiveerd om die 25-jarige jongeren aan de baan te Dat vraag ik me dus af, dus dat heb ik ook wel eens hardop gezegd en verzucht. Ik denk, we hebben toch met elkaar, misschien ben ik een romanticus, maar ik vind dat wij in deze tijd als polderpartijen, sociale partijen, partners, een hele grote verantwoordelijkheid op onze schouders hebben. Om te zorgen dat we dit land met elkaar weer een beetje verder brengen. En dat betekent dat je dus ook vanuit die gezamenlijke verantwoordelijkheid bereid moet zijn om te zeggen, ik een beetje dit en jij een beetje dat en we komen naar elkaar toe. En er hoort op mij dat ook een verhaal van de werkgever bij, die net als ik, want als ik zeg vast is de vast en flex is de flex, dat is in een nutshell, want daar moeten we met elkaar over hebben, dan vind ik van de andere partijen, wij vinden eigenlijk ook dat dit doorgeschoten is of dat het eigenlijk zo uit zou moeten zien. Waarbij ook zij, net als ik, het risico zouden lopen dat een eigen achterban zou zeggen, tut, ho, ho, weet niet of we daar aan toe zijn. Maar nog even twee woorden, want dat zit wat dichter bij de vraag. Door het niet hebben van een werkgeversvisie moeten we heel veel dingen raden. Dus als je het hebt over industriepolitiek, de maakindustrie die tijdelijk doodverklaard werd, maar die het beste verdienmodel heeft dat Nederland zich kan bedenken. Je kan beter miljoenen van machines van 16 miljoen van ASML in Azië verkopen dan dat je hier probeert wereldbank te spelen met banken die steeds krimpen. Dus daar zou je ook in ieder geval van werkgevers een visie op willen hebben. Ook op dat punt van, wat doen we nu met mensen in de toekomst? Want er staat wel een doelstelling in het sociaal akkoord. Maar er is geen visie. ABVN doet dat wel. ABVN gaat wel met jou mee over flex en vast. Maar VNO-NCW is in dat opzicht enorm stil. Waardoor we, dat missen we dus echt gewoon ook straks voor die fase na augustus. Maar als we dat zouden hebben, want je kan zeggen, lees het sociaal akkoord. Maar je zou van werkgevers willen horen hoe ze aankijken tegen de strategische kwesties, industriepolitiek, MKB als banenmotor, dat is de banenmotor voor de komende tijd, niet de grote bedrijven, maar die krijgen inderdaad geen kredieten op dit moment. Is dat meer van, dat laten we dan maar op zijn beloop, want dat loopt zo.
mensen met beperkingen, wel de doelstelling, maar niet de visie hoe dat moet. En dat vind ik dus essentieel, dat je dus meer uitgesproken visies krijgt van werkgeverskant dan alleen van werknemerskant horen. Laatste keer naar de zaal. Ja, dankjewel, Manita Kool. Om te beginnen, complimenten met het feit dat het sociaal akkoord er ligt. Ik denk dat dat heel essentieel is om ook het vertrouwen weer terug te krijgen in de samenleving, om ook echt weer te gaan consumeren en als banenmotor weer te gaan functioneren. Het is net als in een huwelijk, als er geen vertrouwen is, dan gaat de ene partner die gaat potten en die denkt van mijn man doet een beetje raar. En ik heb dit nog nooit meegemaakt. En Jaap had nooit die auto gekocht als er geen wederzijds vertrouwen was. Maar dit jaar zijn. 30 jaar. 30 jaar. Dus dat is een groot compliment waard. Als je het hebt over een visie, ik denk dat er wel degelijk een visie is bij de werkgevers, want anders was er nooit een sociaal akkoord geweest. Dat is de ene kant, dat doe je met elkaar. Ook, en daar is ook door de verschillende partners hard aan gewerkt. Maar nog even een vraag aan Tom Wildhagen. Wildhagen, jij zit er regelmatig, zit je met de werkgevers aan tafel bij de CER en alles, dan kom je ze overal tegen. Heb je dit dan ook letterlijk aan de heren, het zijn voornamelijk heren, gevraagd? Kom nou eens met een visie, want ik mis hem. Nou, niet met dat soort woorden. Kijk, in de AWVM-kringen is het makkelijk, omdat dat doen ze eigenlijk zelf. Dus ik heb het nog, zal het de volgende keer dus wat scherper vragen, want nu ontstaat bij mij ook de analyse dat ik dus zonder die visie ook niet weet hoe het dan naar augustus verder moet. En als we dat pas in augustus gaan horen en bedenken, dat kunnen we beter nu weten. Dus het is wel een goed punt om dat dan inderdaad gewoon dan maar eens heel direct ook te vragen. In andere landen, kijk naar Duitsland, komen werkgevers veel meer met die visie. Daar kan je ook weer allerlei dingen van vinden, en dan kunnen sommige mensen weer boos om worden. Maar beter dan dat er nu gewoon stilte blijft, wel omdat we alleen maar een verhaal nu horen, dat door het akkoord de FNV weer verder kan enzovoort. En dan denk ik van ja, oké, maar het voorbestaan van de FNV is niet het ultieme doel. Het gaat over de maatschappelijke welvaart en het welzijn van mensen. En we moeten dat doen wat het optimaal daaraan bijdraagt. Dus ik zal dat sowieso doen, maar ik hoop ook dat ze zelf beseffen dat het niet handig is om in deze tijd gewoon je adem in te houden of je maar gewoon niet uit te spreken. Ja, maar de basis ligt er, want je hebt een sociaal akkoord. Moet je heel hard praten als je. De basis ligt er, dit is want je hebt niet alleen een sociaal akkoord, maar je hebt ook een basis gecreëerd voor vertrouwen op grond waarvan de economie weer kan gaan draaien. En daar gaat het uiteindelijk om. Jawel, maar ik moet nu de werkgeversvisie, die dus cruciaal is voor werkgelegenheid, voor strategie, moet ik afleiden uit het sociaal akkoord. Want dat vind ik een hele indirecte afleiding. Ja. Ik kom daar ook gewoon mee, omdat het toch wat anders is om te praten vanuit een werknemersbelang, heel erg legitiem, of vanuit een werkgeversbelang, waar toch de vraag naar arbeid ook moet komen. Dus maar dat hebben we gewoon nodig. Het is en werkgeversbelang is ook werknemersbelang en omgekeerd. Ja, maar de visie van werkgevers op deze situatie, wat er nu gebeurt, op de mogelijke bezuinigingen, dat zou toch fijn zijn om die ook op tafel te leggen. Moet even kijken, want het is eigenlijk 6:30. Dus ik leg me altijd bij de democratische meerderheid. Hier, ik zie nog twee vingers, zullen we dat doen? En hij heeft er eigenlijk nog geen antwoord gehad op zijn vraag. Is het überhaupt wel zinnig om echt politieke veranderingsprocessen aan de polder voor te leggen? En dat lijkt me heel principieel. Maar dat doen we dan ook. Ja? Twee vragen nog. That's it. Ludwig Lindeman, ik snap wel waarom die werkgevers niks zeggen. Met logisch nadenken weten ze dat de polder in augustus toch klapt, dus ze zeggen niks. Okay. Dat zou best eens kunnen, maar ik weet niet of ze daar dan gelukkig mee zijn. Rensans, oud vakbondsleider. Nou, nog steeds. Oh, sorry. Vakbond ZL, hè, zonder reden, dat zijn de jongens van andere vakbonden ook. Daar gaat wel nog even mijn vraag over. Als het sociaal akkoord wat nu afgesproken is, voldoende is om het zeilen draadje waar het poldermodel, dus inderdaad voorbestaan vakbeweging, maar ook zeg maar daaraan vasthoudend zeg maar, de structuren die werkgevers hebben verhoudt, of het zeilen draadje genoeg is, hoe jullie daar individueel tegen aankijken, en dan vergelijk het even met een aantal instituten die aan het verdwijnen zijn, productschappen die zeg maar volgend jaar daar niet meer zijn, kortom structuren die 100, 150 jaar oud zijn, die je in onze maatschappij ziet verdwijnen. En is het poldermodel en de partijen die daarbij zijn, en ook tussen SER en een STAR, heeft dat nog toekomst?
Laten we hiermee besluiten. Even de dubbele vraag. Moet je überhaupt dingen als ja, de toekomst van de WW, het ontslagrecht, zou de politiek dat niet moeten beslissen? En zou de polder zich dan niet beter kunnen beperken tot creëer eens werk, verdeel het werk? En andersom. Ja, andersom. Sorry. En zijn er überhaupt geen verouderde instituten? Van eerst, Jaap eerst? Jaap eerst. Ah ja. Als het is, lijkt het dat jouw antwoord, het antwoord op je vraag is ja, zo zouden we het moeten doen. Vraag aan de vakbeweging niet om met allerlei innovatieve dingen te komen, maar laat hen reageren op de plannen van de politiek. Maar goed, mijn stelling is, en dat brengt me ook bij de vraag van Rendert, voor mij is in deze tijd geen instituut heilig, ook niet het CNV. Ik ben niet ingehuurd om de toekomst van het CNV veilig te stellen. Natuurlijk is dat ook een belang, maar ik voel mezelf ingehuurd om mee te denken, mee te bouwen aan een sterke vakbeweging, die juist in deze tijd harder nodig is dan 15 jaar geleden, omdat de positie van de werkende voortdurend ter discussie staat. En jullie weten, ik ben van origine begonnen ooit als dominee, en ik trek de parallel met de kerk, ook het instituut, ja, en de vakbeweging. Ja. Zoals de religieuze vraag nog steeds even groot is als toen de kerk nog in het centrum stond, maar men haalt het antwoord niet meer in dat instituut, en ik kan het snappen. Zo is de vraag van den arbeider nog net zo manifest, of misschien wordt hij wel meer manifest als je naar de ontwikkeling op de arbeidsmarkt kijkt, maar men zoekt de bevrediging het antwoord niet in het instituut. En dat betekent dat ik tegen mijn mensen zeg, wij moeten teruggaan naar de vraag van den arbeider. Wat bezwaart je? Wat is je zorg? En kunnen wij er op een of andere manier bij helpen? En wat betekent het voor de manier waarop wij ons organiseren? Tegen jongeren zeg ik altijd, ik vind het prima dat je kritiek doet op de vakbeweging. Moet je zeggen, ik heb ook, thuis praat ik er dagelijks over. Denk, gelukkig ga ik elke dag fluitend naar huis, elke dag fluitend naar mijn werk, is iets anders. Maar in ieder geval, maar je zult merken, ik duw ook voortdurend tegen het instituut aan waar ik zelf de voorman ben. En dan zeg ik ook tegen mijn mensen, hier ligt de toekomst niet. We zullen met elkaar terug moeten naar die vraag. En kijken wat, en tegen die voorban zeg ik dus, ik vind het prima dat je met kritiek tegen mijn achterban aanschopt. Maar kom of met een alternatief, of neem het roer op. Slotwoord Gijs. Ja, waarom komen de mensen niet meer naar het instituut toe? Omdat het instituut te abstract en te ver weg is. En misschien is dat reorganisatiemodel van de FNV nog niet zo gek. En dan kom je, nou, alles, als het toch naar de regio gaat, veel wetgeving, die participatiewet, AWBZ, jeugdzorg, nog wat in. Dat het regionaal georganiseerd is, maar dat je wel contact wil hebben met vakgenoten via een bond die in de buurt of bereikbaar is. En dan ook meer doet dan alleen cao's afsluiten, die ik toch wel krijg als ik geen lid ben. Maar dan misschien iets als sociale zekerheid, het tweede, derde jaar WW. Ja, maar daar ben ik volstrekt met je eens, Gijs. Ik weet niet of de structuuroplossing met de FNV de toekomst van de vakbeweging is. Maar natuurlijk, het gaat erom, dat doe ik zelf ook, verenig mensen bij elkaar die eenzelfde soort vak of beroep uitoefenen en ondersteun hen bij de eisen die de moderne arbeidsmarkt aan eisen stelt. En dat is iets anders dan een gratis rechtsbijstandsverzekering. We zullen nieuwe diensten en nieuwe dingen moeten ontwikkelen die mij helpen om in een volatiele arbeidsmarkt mijn hoofd boven water te houden. En ja, dat vind ik dat. En als ik nog even mag over de werkgevers. Is voor werkgevers puur een defensief akkoord. Ja. Ze hebben een tegenstander nodig, want anders je moet die tegen iemand kunnen afzetten, dat is de vakbeweging. Ja. Ze helpen de FNV overeind, want anders gaat de PvdA onderuit, want dan gaat de FNV naar de SP toe. Ja. Ze willen stabiliteit en rust. Ja. Nou, dat is het enige wat ze hiermee gekocht hebben, maar er zit geen visie achter van voor de toekomst. Behalve dat ze over de arbeidsmarkt, ontslag, dat was het punt waarmee Wintjes begon. 2006, ik word voorzitter van het VNO en het ontslagrecht gaat veranderen. Nou, dat krijgt hij nu, dus ik kan weg volgend jaar. En ik hoop voor ze dat ze dan een aansprekend nieuw gezicht krijgen, die wel een verhaal heeft van wat naar buiten toe klinkt. Je gaat Wintjes weer badkuipen en Pepins. Nou, die heeft veel gekocht. Slotwerk Tom. Op dat punt van veranderen en verdelen, als je kijkt naar de geschiedenis van de polder, zijn er ook momenten geweest dat die polder wel degelijk ook op dat veranderen in staat was om daar wat verder te komen. En dus dan is de polder op zijn best, denk ik. Hè. Dus je kan zeggen, lukt dat nog steeds? Wat denk ik het grote verschil is met
met dat bijvoorbeeld al de jaren 90 is dat nu, dat heeft met dat met vertrouwen te maken, hè, en ook met dat, dat hele korte stukje van Wassenaar. Maar er is, ja, er wordt veel meer gesproken nu in termen van mandaat. Dus het is moeilijker voor leiders om voor de muziek uit te lopen. Dat merk je ook hoe dan hier het uiteindelijk naar het sociaal overleg mocht. Kan een beetje onderhandelingsstrategie zijn, maar dat was heel erg afgemeten. Dat was destijds niet. Als je die ruimte niet meer hebt als leiders, of je hebt niet meer de leiders die die ruimte nemen, het zijn twee verschillende dingen, dan is het heel moeilijk om een veranderakkoord te sluiten. Dan kan je misschien beter de arbeidsverdeling maken om dan letterlijk maar op de verdeling te storten. Maar ja, je kan ook niet de politiek met kabinetten van 2 plus jaar is ook qua veranderen ook niet de best performer gebleven de afgelopen tijd. En dan hebben we behalve Koningshuis ook geen andere partijen meer die nog wat zouden kunnen doen. Tenzij we, dan kom ik inderdaad ook op die regio, ja, mensen gaan steeds meer zelf dingen doen. Mensen gaan zelf energie opwekken. Dus dat is wel een ander effect, dat die civil society, die groeit eigenlijk. En dat is interessant. Dat zal het dus inderdaad ook voor een deel ook worden. Ik begrijp dus ook niet in dat licht waarom de vakbeweging juist andersom richting heeft gedaan. Zijn weg uit regio's, willen dicht bij mensen staan. Maar we willen, zijn allemaal in woorden in hotels of in gebouwen gaan zitten. Dus hebben de omgekeerde beweging gemaakt. De toekomst van de vakbeweging ligt ook in de regio, ligt in een Brainport United, daar wordt zelfs serieus over gesproken. Dus die beweging zou je ook moeten maken, omdat je daar op het playing field moet zijn, waar het gewoon voor mensen ook praktisch zich afspeelt. Dus voorlopig zullen we denk ik een combinatie moeten maken van die verschillende besturings-governance modellen, omdat niemand nu eigenlijk in staat is om het te doen. Dus dat betekent dat je de links moet leggen tussen sectoren en regio's en nationale polder en kabinet. Maar daar heb je wel een katalysator voor nodig. Hè. Dat kan ook helpen in fondsen. Want Nederland heeft, als je de provinciale fondsen, als de overschotten die afgemeten hebben, de O&O-fondsen, de middelen van Asscher, kan je een heleboel doen. Middelen is niet het probleem om dat te doen. Maar de organisatie ervan, ja, daar hebben we nu, denk ik, op alle punten hebben we daar zwakheden. En dat moet je aan elkaar smeden. Ik dank jullie. Jullie ook. Misschien toch even goed, omdat VNO-NCW inderdaad wel was geïnviteerd waar de lief is. Hun chef-stratege, een chef-lobbyist in Den Haag, Niek-Jan van Kesteren heet die. Die heeft een paar maanden geleden een toespraak gehouden, de Ben Pauw-lezing heette dat, waar hij wel een beetje achtergronden heeft gegeven bij hun besluitvormingen. Daaruit sprak een enorme angst, of een enorme zorg voor om elk jaar, elke 2 jaar nieuwe verkiezingen, voortdurend vallen de kabinetten in de tang genomen worden door rechtspopulisme van de kant van de PVV aan de ene kant, linkspopulisme van de SP aan de andere kant en inderdaad de angst dat de FNV totaal verlamd zou worden doordat zij het contact met vooral de lager opgeleide totaal kwijt zou raken. Nou, dat verklaart denk ik een heleboel van waarom VNO-NCW dit akkoord heel graag wilde. Ik zie de lager opgeleide kwijt zou raken, dat verwees steeds meer voor de thuiszorg en voor de, ja, waarmee ze met, ja, de hoge opgeleide kwijt zou raken. Ja, is correct. Ja, sorry. Ja. Maar goed, dat zegt misschien iets. Als ze hier hadden gezeten, hadden ze dit waarschijnlijk uitgelegd. Mag ik jullie heel erg bedanken. Ondanks het feit dat jullie veel langer hebben gepraat dan Cora van Nieuwenhuizen, krijgen jullie ongeveer hetzelfde boek dezelfde fles. Ik ga het zo uitreiken. 14 juni, vrijdag, is het volgende debat dat ProDemos, Nieuwsport en het Montesquieu Instituut samen organiseren. Dat gaat over lobbyen en achterkamertjes in Den Haag. Met onder meer Marleen Bart, die voor de PvdA in de Eerste Kamer zit, maar ook directeur en lobbyist van GGZ Nederland is. En journalisten van het VARA-programma Rambam, die de laatst in Nieuwsport via een lobbyist 3 Kamerleden zover hebben gekregen om Kamervragen aan de minister van Volksgezondheid te stellen over een geheel niet bestaand probleem in een geheel niet bestaande kliniek. Dat is vrijdag 14 juni in de Openbare Bibliotheek. En wij zijn hier nog 1 keer voor de zomervakantie, dat is op woensdag 3 juli. En dan zijn jullie weer van harte welkom. Je kunt wat drinken in de Sociëteit van Nieuwsport.
op eigen kosten en als er nog meer bezuinigd wordt door het kabinet op het Montesquieu Instituut, zul je in de toekomst ook nog een bijdrage aan het Montesquieu Instituut moeten krijgen. Dat is heel probleem. Ik dank jullie.